in de categorie Brabants Dagblad Sportploeg 2016. Zij leggen hun tegenstanders de ijzers aan. De stoltrappers. De ballen vliegen om je oren. Dames beachhandbal Camelot. Zij laten zich niet uit het veld slaan. Heren 1 HC Tilburg. Nederland werd te klein voor deze ijshockeymannen van Desteltrappers. En dus gingen ze de competitie aan bij onze oosterburen. In de Duitse Oberliga spelen maakten zowel uit als thuis heel wat los. Volle stadions, 40.000 buskilometers en de finale die in eigen huis gewonnen werd. Een gekke huis was er niets bij. Volley, beachvoetbal, kon handbal natuurlijk niet uitblijven. Beachhandbal is geboren en wint steeds meer aan populariteit. En hoewel Nederland nog geen competitie kent, zijn de dames van Camelot wel Nederlands kampioen. Mooie resultaten op het EK en de Champions Cup zijn ook behaald. Toch is goud het enige waar ze voor gaan. Spectaculair slot in de competitie vochten de heren van hockeyclub Tilburg zich via bloedstollende play-offs terug in de hoofdklasse. Na een jaar van afwezigheid spelen ze nu weer op het hoogste niveau. Als een echt collectief staan zij hun mannetje op het hockeyveld met als doel handhaving in de huidige klasse.